Het Surfnet-netwerk bestaat uit twee lagen. De optische laag belicht de glasvezels. Via de servicelaag leveren we diensten aan instellingen. Beide zijn aan vernieuwing toe. In 2017 implementeren we de nieuwe optische laag. Vanaf 2018 volgt de servicelaag. Hoe ziet het traject voor de optische laag eruit? Eerst testen we het nieuwe platform voor de optische laag op een glasvezel die nog niet in gebruik is. Vervolgens simuleren we het migratiescenario in ons lab. Hierna starten we met de implementatie. Dat doen we per segment. Segmenten zijn ketens van locaties tussen grote knooppunten in het netwerk. Binnen elk segment migreren we de optische laag steeds stap voor stap tussen twee locaties. We komen daarvoor in drie fasen langs. Installatie van nieuwe apparatuur, migratie naar deze nieuwe apparatuur en opruimen van de oude apparatuur. Eerst installeren we de nieuwe apparatuur op elke locatie. Daarna migreren we de optische laag naar de nieuwe apparatuur. De migratie van elke locatie bestaat uit twee stappen. We zetten eerst de linkerzijde om en dan de rechterzijde. Wat betekent dit voor instellingen? Op het omsteekmoment wordt de optische verbinding tussen deze twee locaties kort onderbroken. Diensten zijn echter protected of redundant. Hierbij is altijd verkeer mogelijk via een andere route. Deze diensten ondervinden resilienceverlies. Naar verwachting duurt dit 10 tot 15 minuten. Zodra de nieuwe apparatuur is aangesloten, is het resilienceverlies voorbij. Op deze manier lopen we elk segment van links naar rechts door. Dit proces herhalen we voor de hele optische laag, per segment en telkens per verbinding tussen twee locaties. We voeren deze werkzaamheden grotendeels tussen juli en november uit. We werken overdag, waardoor de belasting voor instellingen lager is en we de nieuwe optische laag sneller kunnen implementeren. Als de nieuwe apparatuur is aangesloten, komen we nog één keer langs om de oude apparatuur op te halen. Zo implementeren we in 2017 de nieuwe optische laag. In 2018 starten we met de implementatie van de nieuwe servicelaag. Hierover later meer.